Ja, Ruben, 28-9, ja, dat zijn toch wel zware cijfers, denk ik. Ja, dat klopt. Dat klopt. In voorbereiding naar het EK deze wedstrijd gepland tegen de Belgen, eigenlijk een dubbele wedstrijd. En wij weten van tevoren, voordat we naar Portugal gaan, dat we de Belgen niet de tegenstander zijn waar wij ons op moeten focussen. Wij moeten ons focussen op andere landen om daar goede resultaten tegen te behalen. En we hebben vandaag geprobeerd om andere dingen aan bod te laten komen, maar ook dat bleek lastig. Wat is de ambitie van dit Duitsland? Want je bent Nederlander. Ik ga eerst vragen, wat doe je in Duitsland als Nederlander? De Duitsers die hebben gevraagd aan de Nederlandse bond, omdat ze op dat moment geen bondscoach hadden, om hulp. En ik ben bekend bij de Nederlandse bond. Ik doe daar een talententeam, District Oost. En toen hebben ze gevraagd of ik daar wat voor voelde. En dat leek me een hele leuke uitdaging. Maar van Nederland komend en dan naar Duitsland, ja, dat is dag en nacht, denk ik dan. Het is wel een verschil. Je kan het wel koppelen aan een niveau in Nederland. Het is niet het hoogste niveau, maar dat zit er ongeveer twee niveaus onder, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel heel mooi om daar wat kennis te brengen in een groep die heel graag met elkaar wil spelen en die beter wil worden. En ik heb dat tot nu toe zeer prettig ervaren. Ik zou denken, jullie op het wereldkampioenschap, dan denk ik aan Nederland, België en Taipei die voor jullie gaan zijn. En komt dan Duitsland? Zou dat een succes zijn? Ik denk dat we heel erg moeten kijken hoe dit aankomend EK gaat verlopen voor ons. En dat we dan iets meer kunnen zeggen waar we staan richting het WK. Het eerste doel is om ons te kwalificeren voor het WK. En daarvoor zullen we ons niveau moeten halen. Wat we tot nu toe hebben kunnen zien in het team. Dat is niet wat we vandaag hebben gedaan, maar dat kwam ook door de hoge weerstand van het Belgisch team. Wat vond je van de wedstrijd? Ik denk dat we het zeer moeilijk hadden met de druk die de Belgen konden geven. En het is duidelijk dat zij duidelijk een stuk verder zijn dan wij. Maar het is wel heel goed om de doelen die wij hadden onder deze weerstand te kunnen meten. En daar zijn we vandaag in geslaagd. En we moeten nog wel beter, maar daar heb ik vertrouwen in.